Het is ook zo dat dan in de allerlaatste instantie was ik eraan aan het werken en heb ik nog een verdonkering rond die oogkas gemaakt om ze dieper in het gezicht te kunnen laten verzinken. Eigenlijk. Dat was ook een bewust idee van het formaat eigenlijk zo te kutten of te snijden, dat het eigenlijk bijna een publiek formaat is. Een formaat van een flatscreen zou men bijna kunnen zeggen. Straks Tuymans volgens Tuymans op 8.